You update 6. Ik zet even met zet op. Een paar nieuwe dingetjes erbij. Even kijken. Waar is mijn andere controller? Nee, gewoon een minuutje weer. Niet, even niet laten die texting, dat ze voor testen. Nou, zoals gewoon kan je weer je models inladen. En even omdraaien. Je kan ze gewoon selecteren. Dit is de nieuwe move system. Dus als ik op move druk, dan kan ik met als ik mijn pad indruk, kan ik hem naar me toe halen en van me afzetten. En hij zal altijd de controller blijven volgen, zeg maar. En het mooie is, je kunt ook kopiëren. Zo. Een paar neer. En ik heb ook gelijk textures laten werken 4 minuutje nu. Dus, en deze worden ook automatisch vanaf buiten de map ingelezen. Dus nou ja, en ik kan ook elke andere tekst geven zoals je kan zien. Achterste nog. Ja. En als ik hem dus kopieer, dan zal hij niet een andere tekst krijgen. Het is niet dat hij dan dezelfde tekst overhoudt, zeg maar. Ze kunnen hem gewoon weer andere tekst geven. Dus nou ja, dat is cool. Ik heb nog één bug, en dat is met de belichting. Zeg maar, deze kan ik wel kopiëren. Ja. En dat werkt ook allemaal gewoon. Alleen Spotlight werkt op een of andere manier. Ik heb even die andere. Deleten. Zo. Als ik mijn Spotlight heb, dan kan ik niet kopiëren. Dus dat moet ik even fixen nog. Maar voor de rest werkt het allemaal. Hierna kan ik rotate gaan doen. Er is ook nog een klein bugje op de op dit stukje van de menu. Dus dat hij deze aangaat terwijl hij niet aan moet gaan. Maar ja, dat kijk ik ook later wel even. En voor, ja, voor de rest was dat volgens mij. Alles werkt gewoon zoals het hoort. Ja, dat is het default dingetje. De body. Een beetje groot, die staat nog een beetje verkeerd geroteerd, maar pilaartje. Oh, okay. Ah, ja. Ja. Je kunt ook nog een stoel dingen. Lampie. Ja, het is even kijken wat nou het meest accuraat is, zeg maar, qua movement en alles. Dus. Op zich werkt het wel lekker. Ja, beter dan het andere in ieder geval. Dus nou, dat was hem. Doei.